We staan hier op het beachvolleybalterrein bij zwembad De Veldkamp in Wezep. Ja, ik zie hier tenten staan. Ik zie hier kinderen in oranje shirts. Lisanne, kan je me vertellen wat hier aan de hand is? Zeker. Wij zijn weer begonnen met ons jaarlijkse afsluiting van het volleybalseizoen. Dat betekent dat we een volleybalkamp organiseren voor de gehele jeugd. Van jong tot oud, dus van 5 tot 18 jaar oud. Dus het is, zoals je hoort, een heel groot leeftijdsverschil. Yeah. We slapen in lege tenten. Ze hebben leuke slaapplaatsen op allemaal bedjes. En wij willen ons volleybalseizoen afsluiten met een kamp gezamenlijk afsluiten. Dus het betekent, na dit kamp is het afgelopen. En we zijn gisteren al begonnen. Om 5 uur kwamen alle 46 deelnemers binnen. Nou, toen hebben we lekker alles ingepakt, tenten ingedeeld. Nou, daarna hebben we lekker gegeten. Patat, makkelijk eten, dat is altijd goed. Ja, dat hoort er ook een beetje bij, hè? Ja. Patat eten, dat beginnen ze al. Maar wat er echt bij hoort, is zwemmen. Ze komen binnen om 5 uur. Hoe laat gaan we zwemmen? Dat is de eerste vraag die gesteld wordt. Dus we zijn om 7 uur zijn we het bad ingegaan. Tot 9 uur hebben we lekker gezwommen. Jullie moeten de touwtjes trekken. Ja. Toch niet alle drie tegelijk, hè? Nee. Nee. Hebben jullie het afgesproken van ik eerst? Of? Nee. Nee. Voor de hoeveelste keer ben jij hier? De eerste keer. En hoe vind je het? Leuk. En voor de hoeveelste keer ben jij hier? Eerste keer. En hoe vind je het kamp? Heel erg leuk. Ja. De tweede keer. Ja, ik vind het super gezellig. Ja, ik ben voor de derde keer en ik vind het heel erg leuk. Wat is er nou zo leuk aan? Nou, alles wat je doet, alle activiteiten zijn heel goed. Ja. Ja, en dat je gewoon in tent slaapt, dat is ook heel leuk. Ja. Ook wel koud. Ja, dat hoor ik, ja. En het had geregend. Ja. Ja, dat was een beetje lek. Ja, maar verder was alles het was nat. Maar... Oh, nee. Ik ben Laurin. En jij bent? Isa. En jullie zijn voor de eerste keer op kamp, begreep ik. Klopt dat? Ja. En hoe vinden jullie het? Heel erg leuk. Ja. Hebben jullie hier ook geslapen? Ja. Ja. Wat hebben jullie allemaal gedaan? Rara, wie ben ik? Ja. Wat is dat? Dat is een spelletje en dan krijg je een hoofdpandje en dan krijg je dan een kaartje en dan moet je raden wat het is. Oh. Met allemaal vragen. Was het leuk? Ja. En in bed nog heel lang kletsen en zo. Ja. Hoe laat zijn jullie gaan slapen? 2:30. Oh, wat laat. Ja, en hoe laat waren jullie wakker? 7:30. Oh. Ik 5:00. Oh, 5:00! Voor de oudste deelnemers hebben we een heel leuk evenement gehad. We hebben blacklight volleybal gedaan. Wat is dat? Volleyballen in het pikkendonker met lichtgevende shirtjes. Vandaar ook fel oranje dit keer, neonkleur. De netten waren verlicht, volleyballen waren verlicht, lijnen. Dus in het donker volleyballen en we geven zelf licht. Nou, als finishing touch hadden we allemaal smink op. Allemaal gekleurd smink, roze met groen. Dus ja, het sminken was al leuk. Ja. En het volleyballen daarna, viel goed in de smaak, laten we het zo zeggen. Wat vonden jullie het leukste? Eigenlijk bijna alles wel, maar zwemmen mochten we heel lang en dat vond ik wel leuk. Jij? Ja, ik vond ook alles wel leuk, maar dat glow in the dark volleybal, dat vond ik ook wel heel vet. Dat, met dat blacklight en zo, ja, dat was ook wel heel vet. Nou, vandaag zijn we gestart met ontbijten, uitslapen, ontbijten. Voor de jeugd hebben Babs, die organiseert de clinic. En voor de grotere zijn Jan Willem, het Lam en zijn vrouw Marianne van Topvolleybal Zwolle. Komen een clinic verzorgen. Jan Willem is altijd speler geweest bij VSK, wat we al eerder hebben doorgegeven. En wij dachten, hoe mooi is het om een clinic te doen? Jeugd had aangegeven, willen graag volleyballen. Alleen maar volleyballen op het kamp. Nou, zoals we nu zien achter ons gebeurt het. Door, of in de hoek draaien, of met je knokkels. Ja? Gaan we proberen. Ja, perfect. Hey, goed. Mooi, kijk eens. Dat is hem. Heel fijn.
Perfect. Wat is de positie van je handen? Ja, iets meer over de bal heen slaan. Voor de hoeveelste keer doe je al mee met de zomerkamp? Derde keer. Ja. En wat is er zo leuk aan? Nou, gewoon dat het samen doet en zo. Ja. Dat is gewoon leuk, gezellig. En met z'n allen in de tent. Ja, fantastisch. We moeten met de ballen in die kommen moeten we lopend om de hoepels heen. Wat moeten jullie doen? We moeten de bal doorgeven. Oh, lucky. We hebben een rondje. Ja, dat is nog best lastig volgens mij. Ja. Best verdedigen. Begin in het veld. Nou, komt ie. Haal hem eruit. Go, go. Zo. Ze zijn heel enthousiast en ze gaan ervoor, dus ja, heel leuk. Maar ik ga wel door ondertussen. Kattie, doe maar. Omhoog, omhoog. Goed, nog hoger. Goed gevangen. Kom maar meer in het veld. Dit is een goede uitgangspositie voor iedereen, ja? Kattie, haal hem erop. Haal hem op. Goed. Woehoe! Wat is er zo anders aan beachvolleybal? Nou, vooral de grond is heel anders, omdat het nu zand is. Dus je afstand, hoe je moet lopen en hoe je springt in de lucht, dat is allemaal heel anders dan als je zeg maar gewend bent in de zaal. Zwaarder? Of... Ja, veel zwaarder. Ja, je moet nu met veel meer kracht afzetten, wil je een beetje de lucht inkomen. Dus... Hoort dit nou echt bij het zomerkamp? Ja, eigenlijk elk jaar dat ik hier ben geweest, hebben we wel gebeachvolleybald. En ik vind ook wel dat het echt leuk maakt. Want het is eigenlijk het seizoen stopt. En dan de zomer, ja, dan is het wel buiten veel leuker natuurlijk. Het is gezellig, weet je. Het leuke is, de groten helpen de kleintjes. De kleintjes lopen naar de grote toe, wil je met me volleyballen. Er ontstaat gewoon een hele leuke band. En dat is eigenlijk ook ons doel van dit kamp. Als ik nu gewoon kijk, dan denk ik, alles is lekker door elkaar heen. Jongens, meiden, klein, groot. Goed voor de teambuilding. Ja, teambuilding, maar ook voor in de vereniging. Ze komen bij elkaar kijken met de wedstrijden. En de groten herkennen de kleintjes en andersom ook. Van, hé, ik heb jou gezien op kamp. En dat ervaren we nu.